Hallo tweelingen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, reacties en natuurlijk ook de abonnees. Ben je nog geen abonnee, klik dan even op de button. Het is gratis en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. Dan heb je ook nog lidmaatschappen voor de extended readings. Dus mocht je een verlengde van deze luchtteken reading willen, dan klik je even op lidmaatschap en dan kun je lid worden. En dan kun je alle extended readings zien van de waterman, de tweeling en de weegschaal. Dan heb ik ook nog €15 voor 15 minuten die nog steeds loopt in april. En daar kun je gebruik van maken als je iets meer informatie wil naar deze video. En face-to-face een gesprekje wil aangaan met mij persoonlijk. En dan heb ik ook nog de cursus die volgende week begint, Vind je eigen pad. Het klinkt misschien niet zo aantrekkelijk, maar het is heel interessant voor mensen die echt aan zichzelf willen werken. We betrekken ook de maansknoop erbij. We gaan kijken naar waar liggen jouw authentieke talenten en hoe bereik je ze. Dus dat zijn een beetje de dingen die ik op dit moment in de aanbieding heb. Oké, Gemini. Wat zie ik hier? Heb je met een waterman te maken, Gemini? Oké. Ik heb het idee. Even kijken hoor, tweelingen. Wat zie ik hier allemaal nog? Wel te maken met een soulmate. Maar ik zie ook de Seven of Swords. Je moet een beslissing maken. Een beslissing maken over de Empress. Emperor en Empress. Gemini. Wat ik zie is dat er een beslissing genomen moet worden. Dat je eigenlijk best wel love yourself first doet op dit moment. Je werkt aan jezelf. Jij weet wat je moet doen. Ik moet goed voor mezelf zorgen. Happiness. Maar je moet ook kijken, is dit echt wat ik wil? Er is iets, een pad wat onduidelijk is voor jou. En een beetje van, ja, het is wel redelijk goed. Maar het is ook teleurstellend op een of andere manier. Als iemand tegen mij zegt, het is wel oké, dan is het ook iets is teleurstellend natuurlijk. Je hebt namelijk te maken met iemand. Ik heb het idee dat jij iemand op een, hoe zeg je dat? Op een... kom ik niet op het woord. Op een pedestal zet, op een voetstuk. Dat is het. Jij zet iemand op een voetstuk, maar iemand kan daar niet aan voldoen. En dat heeft niks te maken met dat die persoon niet prachtig is of alles mooi is wat jij denkt. Maar dit heeft te maken omdat deze persoon, denk ik, vrij wil zijn. Deze persoon wil zich niet binden, wil lekker met vrienden dingen ondernemen. En jij kijkt van een afstand en je zit te wachten, heb ik het idee, tweelingen. En ondanks dat je aan jezelf werkt en dat je goed voor jezelf zorgt, vreet het ergens een beetje zo van, ja, maar ik had dit mooie ideaalbeeld van ons tweeën. Maar deze persoon die wel een sterke spirituele connectie met jou heeft, die soulmate, zie ik dat er ook veel diepte in zit. Maar deze persoon denkt niet dat ze aan jouw verwachtingen kunnen voldoen, omdat jij deze persoon hebt neergezet als een soort fantasiebeeld. En deze persoon zegt, ja, ik ben dat fantasie niet, ik ben die fantasie niet. Het is ook, je hebt denk ik ook te maken met de Empress en zij jaagt niks of niemand na. Dus als er iets moet gebeuren, dan moet jij het doen, tweelingen. En om de Empress na te jagen of te benaderen, moet je zelf leveling up. Je moet namelijk niet in een low vibration zitten. Dat doe je ook niet, zie ik. Je werkt aan jezelf. Maar dan moet jij het heft in handen nemen. En er is twijfel. Er zijn ook verschillende opties, heb ik het idee. Er komt een moment, een torenmoment, heb ik het idee, dat jij een keuze moet gaan maken. Dus het is net of iemand jouw cup of love negeert, tweelingen op dit moment.
Iemand bijt niet. Dus jij hebt een hengel uitgegooid, maar iemand bijt niet. Iemand bijt niet, iemand negeert jouw cup of love. En je biedt het steeds opnieuw aan, maar iemand bijt niet. Je kunt daar ook de vinger niet op leggen. En je denkt misschien allerlei dingen van, oh, deze persoon heeft misschien iemand anders en zo. Dus je zit dan weer in je hoofd en zo. Je moet eigenlijk dat vertrouwen, je moet meer aan je vertrouwen werken, aan je zelfvertrouwen werken. Het zijn bepaalde patronen, oude patronen van jou die jij achterwege mag laten. En daarvoor mag je veel meer vertrouwen hebben. Vertrouwen in een goede afloop, in jezelf vooral. En ik zie jou ook wel werken aan jezelf, maar is toch iets dat jij denkt, waarom bijt die Empress nou niet aan mijn haak? Waarom bijt die grote Empress nou niet aan mijn haak? Ja, er zijn misschien ook wel wat fundamentele verschillen met hetgene iemand op dit moment, dat er wat verschillen zijn, dat je verwachtingen mag bijstellen. Ergens heb ik iets van een fantasiebeeld, van ja, dit is het helemaal, maar kan iemand daar ook aan voldoen? Is iemand echt zoals jij haar of hem ziet? Is iemand echt die persoon? Want misschien wil die persoon op dit moment gewoon meer vrij zijn, eigen dingen doen, nog niet. Maar de Empress die wacht wel op de keizer. Daar heb je wel gelijk in. De Empress is aan het wachten. Maar kun jij iemand benaderen die jou niks geeft, die niet bijt aan jouw haak? Kun jij dan toch daar iets mee doen? Dus dat soort vragen allemaal zie ik bij jullie, Gemini. En er komen aha-momenten. Ik denk dat er ook best wel een torenmoment gaat komen. En dat torenmoment is altijd als iets niet op goede grondvesten gebouwd is. Dus het universum zorgt er dan voor dat er een torenmoment komt, zodat jij de dingen werkelijk gaat zien zoals ze zijn. Dan komt een aha-moment in de toekomst en dan gaat er ook helderheid en duidelijkheid komen voor jullie. Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze video, tweelingen, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Je kunt gebruik maken van de actie. En anders zie ik jullie in de extended reading van de lidmaatschappen. En anders bij de volgende video. Doei doei!